3, 2, 1. Vandaag in de vlog zie ik Zakynthos voor het eerst bij het daglicht. Het uitzicht is echt ongelooflijk. Plukken we ons eigen fruit uit onze eigen tuin? Zo, crazy. Krijg ik behoorlijk op mijn kop van Bonnie. Ja, je hebt een soort heel raar beeld van jezelf. En deze Griekse poes moet even iets kwijt. Oh. Goedemorgen, ik ben op Zakynthos in Griekenland. Ik werd net wakker hier in deze zonnige kamer. Niet super lekker geslapen, maar ik moest nog een beetje wennen aan het toch wel harde bed. Maar liever iets te hard dan iets te zacht. En ik heb ook niet echt een deken, maar meer een soort deklaken. Misschien moet ik even zoeken of er nog ergens een deken is. Maar ik ben hier samen met Bonnie en we zitten boven op een berg in een heel mooi huis. Maar toen we gisteren hier aankwamen, was het donker. En toen konden we dus niet echt zien hoe het eruit zag. Dus ik ben heel erg benieuwd of het zo mooi is als we dachten. Ik ga gewoon even kijken. Zo. Oh, poes. Nog een poes. Oh, 3 poes. Nou ja. Het zit er helemaal vol met poesen. Het uitzicht is echt ongelooflijk. Kijk dit nou toch. Hier zit de poes. Daar op de bank. Hallo jongens. Ja, dit is dus ons zwembad. Fantastisch. En dan hier is nog helemaal de tuin. Tafeltennistafel. Deze stoelen ook. Fantastische boom. Maar kijk eventjes dit uitzicht. Echt fantastisch. Oh, die poesjes daar. Ik ben bang dat ze weggaan als ik dichterbij kom. We zijn heel lief aan het spelen. Oh, dat is geen spelen. Ik weet niet wat er precies gebeurt. Deze zit heel lief te kijken. Oh. Oh, we gaan weg. Het zijn hele bange zwerfpoezen. Gaat moeder. Jammer, de hele bange zwerfpoezen. Een mooi torentje daar. Water is echt ijskoud. Ik denk niet dat ik daar even een ochtendduik in ga nemen. Maar ja, het idee is zo heerlijk, maar één keer voelen. Oeh, nee, het is echt heel koud. Een havermelk hebben in de super. Ik denk dus dat ze dat wel hebben. Of anders koop ik gewoon normale melk. Ja. Ik ben niet vegan of zo. Dan drink ik gewoon havermelk. Oh ja. Echt sick. Wow, maar sowieso hebben ze echt zoveel keukenapparatuur. Ik kan nu al een paar van deze er even in doen, toch? Kan dat? Dat is toch gewoon melk? Kun je dat opschuimen? Ja. Dat lijkt me wel. Melk is laat melk. Laat het proberen. Ja, ze hebben echt alles. Ja. Ik zag gewoon dit apparaat. Dat ziet ook heel leuk uit. Oh. Wat zou het zijn? Nou, ik dacht ook misschien een soort melkopschuimer. Of zou het een melkverwarmer zijn of zo? Er zit wel eens een soort mixertje aan. Ja. Maar oh. Verder ziet het er oh ja, nee. De hazelnoot. Zo, wel intens hoor. Ja, ik weet niet wat ik vroeg, want er zit ook van die gecondenseerde melk ja, in. Ja, dat maakt het denk ik wel iets. Ja, het is niet vies, maar wel raar. Ja, we gaan toch boodschappen doen? Ja. Kunnen toch ook andere koffie halen? Ja. Moet je al die honden horen? Nou ja, je wordt helemaal gek van die kerkklok. Ik heb nu 2 witte katten gezien, een kleine en een grote. 1 een beetje bruinige die een beetje zo suffersig uitkijkt. 1 rode die ook een beetje suffersig uitkijkt, dus misschien zijn dat dezelfde. En er liep net een zwart-wit gestreepte
langs. Een beetje fluffy kat. Dus ik heb wel echt goede hoop dat er katten geaaid gaan worden deze vakantie. Maar tot nu toe rennen ze allemaal weg. Bonnie had dus koffie gemaakt. Maar het was hazelnut flavored koffie. Het is echt een hele intense hazelnootsmaak. Ja, we gaan zo boodschappen doen, dan kunnen we even normale koffie kopen. Bonnie is nu aan het douchen, dan ga ik even douchen. Het zwembad is voorlopig echt veel te koud om te zwemmen, denk ik. Maar ja, het is nu dus 10 uur 's morgens en de zon staat al behoorlijk te fikken. Het is hier echt heel warm in dit hoekje. Dus hopelijk warmt het zwembad zo een beetje op. Het is hier echt een soort paradijsje, want ik hoor overal vogels fluiten. Zwaluwen vliegen zo om ons heen. Af en toe hoor je zo'n koebel of zo'n geitenbel. Het uitzicht is echt ongelofelijk. Wat een plek zeg. Jemig. Kleine buurt super hier geweest om even vers brood te halen. Nou, vers brood, het is behoorlijk stevig. En eieren en melk. En dan gaan we vanmiddag even naar de grote supermarkt. Maar we hebben in ieder geval nu iets te ontbijten. Lekker ontbeten. Bonnie heeft 1 kat geaaid, maar dat was denk ik een huiskat, want hij had een bandje om. Maar die knappe rooie, die wil nog steeds niet geaaid. Maar die is wel heel nieuwsgierig. En er is nog een kleine witte. Die is ook heel nieuwsgierig. Die heeft wel wat ei gelikt. Aagje inderdaad. De rooie heet Peter, de witte heet Aagje. Nu ga ik kijken of ik misschien een citroen kan plukken. Ik ben echt... Ja, er staat natuurlijk nergens op. Maar ik vind het zo fantastisch dat er gewoon sinaasappels en citroenen in onze tuin groeien. Ga je die dan eten? Ja. Oh my god, dat is echt cool. Ja, toch? Ja. Ja, ik vind dat echt iets uit een appelsientje reclame. Wat is dit? Appels? Of pruimen, denk ik. Oeh, maar dat is te vroeg. Gaat zien. Nou. Peter en Aagje. Gedraag je, dat ruikt. Kun je het zien? Ja. Zijn het gewoon rijp of moet je ze van de grond halen? Oh. Oh. Hele tak mee. Zo. Zo. Crazy. Wat leuk, poesje. Het groeit hier gewoon. Ik vind het zo Animal Crossing dat je dan zo van die fruitbomen hebt. Ik had daar ook echt zoveel fruit. Ja. Oh. Zo, het ruikt zo lekker. Mag ik ruiken? Echt naar, ja, naar sinaasappel. Zo, maar dit ruikt echt naar sinaasappelsnoep. Ja. En dit ruikt echt naar van die citroenkauwgomballen. Ja. Toch? Ja, echt intense geur. Kijk, nou, dit hangt hier gewoon allemaal te hangen. Ongelooflijk, kunnen we elke dag plukken. Ja. Wow. What a life. Ja. Zo, dat is sap. Het is zo sappig. Jemig. Deze smaak. Zo, ik moet hier echt gaan wonen. We zijn onderweg naar de supermarkt.
om even grote boodschappen te doen voor de komende week. Yeah. Maar we rijden eerst nog even langs het strand. Want dat is ook maar 10 minuten hier vandaan. Volgens mij zag ik de zee al. Oh, sick. Gaan we daar dan even een cocktailtje of zo drinken? Oh, lekker. Onze eerste... Oh nee, kut. Ik ben met de auto. Oh ja, een mocktailtje. Oh, dat is wel echt een nadeel, hè, van die auto. We kunnen ook lopen. Als we echt zo'n zuipavondje aan het strand willen... Even een taxi nemen. Ja, of is het heel ver lopen? Ja, dit was echt ver lopen, denk ik. Ja. Maar wat is ver? Zeg maar 3 kwartier of meer dan een uur? Ik denk wel meer dan een uur. Oh ja, nee. Het is zo, zijn gewoon moeilijke wegen. Misschien gaat er wel een bus. Ik denk het niet. ABBA Night. Is dat... Oh, every Wednesday. Oh, nou. Dit hebben we gisteren gemist. Shit, ja, moet je kijken hoe leuk dat eruit ziet. Dit zijn wij. Broer en zus. Het is inmiddels bijna 4 uur. We hebben erg lekker... geluncht eigenlijk dus. Is dit lunch? Ja. Ik had een halloumi burger. Smaakte echt goed. En het was vooral, ja, mensen zijn zo aardig. Ik blijf me maar verbazen over de... Maar jij bent echt over alles verbaasd. Ja. Van, oh, het is hier zo rustig en wauw, wat is het hier mooi. Ja. En wat is het goedkoop. Goedkoop en het huis is heel luxe en de mensen zijn zo aardig. Ja, maar gisteren, ik bedoel, we kregen allemaal gratis drank en gratis dessert. Ja, daar mag ik toch wel verbaasd over zijn. Mag zeker. Ja, dan moet je in Nederland toch niet... Maar je bent wel zeg maar echt heel erg aan het genieten van alles. Echt, ja, ongekend. Misschien is dat het gewoon, ja. Nu was de pinautomaat kapot. En toen zei hij, ja, kom anders maar een andere keer terug. Oké. Okay. En nu lopen we naar de auto en dan gaan we naar de supermarkt. Gaan we eindelijk boodschappen doen. Oh, wat gaan we daar allemaal kopen, hè? Kattensnoepjes, blokjes, natvoer. Oh. Hadden we eigenlijk een lijstje moeten maken? Ja, ik denk dat we gewoon langs elk schap moeten lopen en dan gewoon alles moeten pakken. Is goed. Dus ook wel even wat fruit. Ja, lekker. Heel veel chips. Heel veel chips. Drank. Maar we gaan denk ik niet echt koken of 's avonds daar eten, toch? Of denk je wel? Misschien een keertje of zo? Misschien een keertje. Van leven. Jij zei, we gaan de koelkast lekker vullen. Ja, dat hebben we zeker gedaan. Ja. Hij slaat hem gewoon op. Ja, inderdaad. En dit is ook een goede collectie. Ja, hè? Onze chips en snoep en snack, chocola. En dan deze collectie. Oh. Ik dacht je deze doen. Ja, maar fruit gaat, dat is echt een stil leven. Ja. Nou, hier moet nog iets. Ik moet nog wat plukken. Plukken. We hebben wat voer gekocht bij de supermarkt voor de katten. Oh. Die lucht. Ik vind het echt zo lekker ruiken. Echt over mijn nek. Ik ga die bakjes een beetje verspreid neerzetten. Het is wel echt de tijd dat ze diep ligt te slapen, denk ik. Ja, hè? Nou, lekker. Ja, laat ze maar komen. Ja. En jij gaat onder de parasol. Ja, ik ga daar even lekker liggen. Dan ga ik vlakbij, maar dan in de echte zon. Ja. En ik ga even de zwembroek aan doen. Leuk. Oh ja, ik moet me nog wel aan het insmeren. Dat was ik aan het doen. Maar ja, jouw vlog ging weer voor. Ja, maar je moet wel eerst zwemmen en dan insmeren. Ja, maar ik ga denk ik eerst echt best lang liggen voordat ik in het water ga. Nee. Hey. Oh my
my god. Oh, het is echt heel koud. Ja, echt ellendig. Het zwembad was echt ijzig koud. Niet echt heel chill om in te zwemmen, maar wel lekker om er dan weer uit te komen en dan weer zo lekker op te drogen. Nu ga ik kijken of de ijsklontjes al bevroren zijn, zodat ik een Aperol Spritz voor ons kan maken. En een bakje oregano chips. Oregano. Oregano. Heel benieuwd naar mijn zakje. Nou ja, het is iets. Iets dik, hè? Een zelfgeplukte sinaasappel. Oh, echt? Ja. En nu de oregano chips. Heel lekker. Lekker. Mm, lekkerder dan het restaurant. We zijn nu ongeveer 24 uur bij elkaar. Misschien is het goed dat we elkaar even een tip en een top geven. Misschien kunnen we het elke dag doen. Ja, dan geef ik iedere dag even een klein beetje feedback. Zal ik beginnen met een tip of top? Ja, doe maar eerst de tip en dan eerst de tip, oké. Okay. Nou, is één ding waar wel echt wel dwars zit. Dat je steeds heel laat de foto's in ons gedeelde album zet. Dat ik daar dan de hele dag op moet wachten. Ja, dat doe ik wel echt. Maar ik heb het zo druk, want ik probeer en hier te leven. Mm-hmm. Ondertussen probeer ik appjes te beantwoorden van mensen. Ja. Dan probeer ik ook dingen op Instagram te zetten. Dan komt B-reel weer. Vloggen. Dan ben ik ook nog aan het vloggen. Ik heb ook nog twee TikToks per ongeluk gemaakt. Dat is niet de bedoeling. Ja. Maar ik zou het fijn zin vinden als het gedeelde album iets hoger op die prioriteitenlijst. Zou ik anders vanaf morgen doe ik elke ochtend en avond een bijwerk. Want 24 uur is te lang voor jou. Ja, net is te lang. Net. Je zit al de hele dag te mekkeren. Waar blijven die foto's? Ja. Mijn tip voor mij. Mijn tip is dat jij, als je jezelf filmt of op een foto staat in je zwemkleding, dan ben je heel kritisch hoe je lijf eruit moet zien. Ja, ja. Dus mijn tip is dat je wat meer moet embracen hoe je eruit ziet. Wow. Zo makkelijker gezegd dan gedaan. Ik zei ook niet dat de tip makkelijk was. Nee, maar je ziet er gewoon goed uit. Mag je ook ownen. Het is wat het is. Nou. Oh, ja, dat is ook niet goed. Nee, jij hebt een soort heel raar beeld van jezelf. Moet ik trots zijn op mijn eigen lijf? Ja. Oh ja. Iets meer. Maar soms is er bijvoorbeeld een hele leuke foto van jou en dan zeg jij, daar vind ik iets te kritisch op jezelf. Ja. Ik denk wel dat dat ook iets is wat gaat groeien tijdens deze vakantie. Oh, ik ben benieuwd. Dat ik steeds iets meer scheid krijg. Over 5 vlogs zien we alles. Oké, en dan nu de top. Ja, ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan hoe fantastisch jij door die haarspeldbochten heen. Ik dacht al dat je dat ging zeggen. Jij was zo trots. Ja, dat is gewoon. Ik ben helemaal flabbergasted hoe dat gaat. Nou, dankjewel. Hoe blijf je zo cool? Ja, I'm a cool girl. Ja. Nou, ik heb ook gewoon nu alweer zin dat we weer gaan rijden. Nou, dat ik vond het zo leuk. Het voelt echt als een soort spel hier. Jeetje. Maar dan staat wel ons leven op het spel. Ja, hoge inzet, maar een leuk spel. Mijn top van vandaag is dat jij bent soms nogal een beetje HSP of gevoelig. Ja. Maar ondanks alle indrukken en alles wat we al hebben meegemaakt, zijn we hier nog geen 24 uur. En je zit hier alsof je er al een week bent. Oh ja, ik ben al helemaal galant. Ja, je bent echt lekker galant en je laat alles over je heen komen. En je bent heel vrolijk, optimistisch. Ja. Ja, ik ben, is het echt te genieten? Ik ook. Ja. Oh, echt leuk. Wat vond je het minste van vandaag? Oh ja, of de tegenvaller van de dag. Ja, de tegenvaller van de dag. Dat we een klein beetje het gevoel hadden dat we heel de tijd van alles nog moesten. Dus ik zei het net voor de grap van, dan moesten we nog onze bier maken, moesten we nog dit, moesten we nog dat. Alsof we druk hadden, leek het wel. Ja, zo voelde het echt. En zelfs nu denk ik wel van, ook al heb ik er zin in, denk ik, we moeten zo eens eten. Ja. Zeg maar, we moeten de hele tijd iets. Ja. Dat vind ik slecht van ons. Daar moeten we echt aan werken, denk ik, de komende dagen. Dus ik dacht, misschien kunnen we één dag een soort, of misschien een dag deel, bijvoorbeeld niet op onze schermen. Want ik heb bijvoorbeeld de Linda Meijden gekocht. Ja. Nou, wanneer ga ik ooit een letter lezen? Nee. Maar dat komt ook omdat we zoveel kletsen. Ik ben zo benieuwd of we uitgekletst raken. Ik denk het echt niet. En het leukste dan vandaag? Ja. Oh, weet je wat ik ook echt een nadeel van gevonden, maar dat komt nog wel. Ja, wel.
Dat we geen tamme katten hebben. Ja, mijn tegenvaller van de dag. Sinds wij die katten voor brokjes hebben gekocht, hebben we letterlijk geen kat meer gezien. Nee, dat denk ik echt stankverdank. Helemaal niet één. Nee. Er was de hele tijd wel één kat. Maar je had daar toch ook een bakje gezet? Is daar allemaal niks uit gegeten? Helemaal niks. En het leukste vond ik wel echt de omgeving. Lekker rustig, het weer. Het was echt gewoon zo'n ultimate vakantiegevoel. En dat werd door mij bezegeld door met mijn blote voeten in de zee. Oh, dat was echt de ultieme vakantie. Dat kijk je ook heel vrolijk. Ja, en ik had bijvoorbeeld alleen al vanochtend, toen we daar zo bij dat ochtendzonnetje zo cappuccino zaten te drinken. Dacht dat hebben we ook nog meegemaakt. Ja. Wat een dag. Wat hebben wij veel meegemaakt. En nu moeten we maar eens wat gaan eten, of niet? Nou, niks goed. Oh nee. Heb je al trek? Nee, nog niet heel erg. Nu wel. Het begint te komen. Ik heb ook geen idee hoe laat. Nee. Laat ze gewoon los. Ja. We don't care about time. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Jij zo'n zielige poes. Oh, wat is er dan? Nou, hebben we weer een dessert gekregen. Ziet er wel lekker uit. Zeker, maar ik zit tot hier vol. Ja. Maar jij zou, ik eet jou wel. Nou, ik neem wel een hap. Toen dacht ik dat het ijs was. ja, maar het hoofdgerecht was niet echt om over naar huis te schrijven. Nee, dit druipt trouwens ook weer in het vet. Het is echt zeiknat. Als je het gratis krijgt, best moeilijk om dan te laten staan. Wel twee poesigen uit hier. Zo, ik lig weer lekker in bed. Eten was dus niet zo lekker. Het lijkt misschien alsof alles hier fantastisch is, maar eten was medium. Ik mis ook wel erg mijn eigen bed thuis en mijn eigen deken. Ik heb thuis zo'n lekkere dekbed en zo'n fantastisch matras. Dit matras is knijterhard. Ik heb eigenlijk niet echt een deken. Ik heb een soort sprei, dit ding, en dan daaronder een laken. Ik heb er nu nog dit ding overheen gelegd van een ander bed. Maar ik mis gewoon een lekkere, een beetje zacht... Ja, iets zachts. Maar ja, ik overleef het wel. Maar lekker bruin geworden vandaag. Niet verbrand. Het was gewoon heel erg leuk en heel erg gezellig. Volgens mij was dat heel duidelijk te zien. Morgen is het zondag. We waren van plan om naar een strandje te gaan. En we hebben ons voorgenomen om... Ja, dat klinkt echt debiel. We doen al zo weinig. Maar we hadden vandaag dus de hele tijd toch het gevoel dat we veel moesten doen. Dat we eigenlijk te veel op de planning hadden. We gaan proberen morgen nog iets minder te doen. En even op zoek naar een plekje om echt lekker te eten. Ik zou het wel jammer vinden als we dan zo'n hele week een beetje zo matig eten eten. Ik hou op zich erg van Grieks eten, maar als het slecht gemaakt is, dan is het gelijk zo heel vet en veel vlees en zwaar. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. Laat vooral even achter in de comments als je hebt gekeken en wat je ervan vond. Dan zie ik je morgen weer. Kijk maar even. Doei!